We hebben vandaag vijf bijeenkomsten gehad met medewerkers en met medespecialisten. En daarbij medegedeeld dat wij verwachten dat het resultaat negatief zal zijn in het komende jaar. Over hoeveel geld gaat het? We hebben het dan over 10 tot 15 miljoen. Hoe komt dat? Uh, toename van de zorgvraag, toename van de complexiteit en toch de prijzen die we daarvoor krijgen van de zorgverzekeraar die onder druk staan. In uw ziekenhuis wordt 330 miljoen omgezet. 10 tot 15 miljoen, dan praat je over een aanzienlijk bedrag. Wat betekent dit voor het personeel? Dat is op deze fase is dat heel moeilijk te zeggen. We zullen een aantal uh, trajecten in gang zetten. We zullen heel goed kijken naar wat leveren we nu voor zorg. Uh, hoe zien de locatieprofielen eruit? Wat doen wij op welke locatie? Hoe kunnen wij onze processen anders uh, inrichten? Hoe ziet de ondersteuning eruit? Als we dat in beeld hebben en dan heb ik het over oktober, dan kunnen we ook aangeven wat zijn de consequenties voor uh, het personeel. Maar dat zal toch de vraag zijn die bij de mensen leeft. Mag ik blijven of moet ik er straks uit? Klopt, dat was een vraag die vanochtend natuurlijk bij de medewerkersbijeenkomsten ook aan de orde kwam. Uh, uitsluiten kan ik het niet. In Enschede, daar gaat het ook al niet zo best en daar moesten er honderden mensen uit. Zijn dat soort aantallen hier ook denkbaar? Ik wil me daar op dit moment nog niet over uitlaten. We staan echt aan de vooravond en we zijn nu heel vroeg in het kader van de communicatie. En ik wil niet vooruitlopen op aantal. Had u dit tekort kunnen zien aankomen? We vorig jaar hebben wij ook al een toename van de zorgvraag gezien. Ook een toename van een stukje complexiteit. Daarmee hebben we opnieuw afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. Alleen dat blijkt nu inderdaad door te zetten en toch ontoereikend. En toen was u ook nog niet de grote baas. <laughs> dat klopt. <laughs> Wat zegt dat over de vorige baas, het Smit? Dit zijn natuurlijk ontwikkelingen die zich langzaam voortzetten in die zin. De, die toenemende de zorgvraag. We hebben er toen heel duidelijk voor gekozen. Uh, samen in die zin om vooral te focussen op de nieuwe afspraken met uh, de zorgverzekeraar. En uh, die keuze hebben wij toen de tijd gemaakt. Had hij dit moeten zien aankomen? Uh, wat ik zeg van het is een ontwikkeling die zich uh, inzet in die zin. En met de wetenschap van achteraf is het altijd makkelijk. Als u praat over kostenreductie, wat moet ik dan aan denken? Ja, we kijken dan in die zin ook heel duidelijk naar de investeringen die we moeten doen. Dan gaat het over investeringen in apparatuur, dan gaat het ook over verbouwingen. Wat is noodzakelijke en wat kan uitstel behoeven? Nou, dat proberen wij dat beeld in juli te hebben. En dan zullen wij daar ook een stukje besluitvorming over doen. Is er ruimte binnen het ZGT ja, om te bezuinigen? En dat bedoel ik ook qua personeel? Wij zullen heel duidelijk kijken naar welke zorg. Moeten we leveren en wat is daarvoor uh, voor nodig? We zeiden het al: de zorgvraag neemt toe: complexiteit uh, neemt toe. Maar nou, dat moet je ook heel goed in je afwegingen meenemen: van waar vinden de bezuinigingen plaats. Mensen zullen uh, geschrokken zijn als ze dit nieuws horen. Eerst al in Enschede, waar het tekort is van uh, vele miljoenen meer dan hier sprake van is. Maar toch weer bij een ziekenhuis wat niet goed gaat. Ik, uh, wat ik zeg, het is een algemene ontwikkeling. Het is geen ontwikkeling die zich alleen in deze regio doordoet. Het is een landelijke ontwikkeling, die toename van de zorgvraag. En toch, hoe beheers je de zorgkosten? Nou, daar zullen we vooral gezamenlijk met elkaar over in uh, gesprek moeten gaan. Ziekenhuis, zorgverzekeraar, maar ook met de andere zorgaanbieders in deze regio. Laatste vraag, wat betekent het voor de patiënt? Uh, wij hopen dat de patiënt daar zo min mogelijk last van heeft. We hebben heel duidelijk aangegeven dat wij zijn er voor behoud van de zorg in Twente. Wij willen dat ook graag blijven leveren. En datgene wat wij niet kunnen leveren, willen we graag afstemmen met de andere zorgaanbieders in de regio.